Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Scam Gamers. En welkom bij... Ik kan die vrouw op de top schrijven. Welkom bij een nieuwe aflevering in Eurotruck. Vandaag gaan we geen vlag toevoegen. Dat klinkt heel vreemd, dat klopt. Maar ik wou jullie eigenlijk gewoon alleen de promods nog een keer showen waar wij nu momenteel zijn. Waar zijn we dan momenteel? Ik zal het jullie laten zien. We staan op het eilandje van Torshaven. En als ik het goed kan uitspreken, dan heet het... eiland Faroe. Nou, ik zal het jullie straks ook op de kaart laten zien. We staan nu helemaal hier links. Dit is Torshaven, dat is het grootste stadje, dorpje. Maar ik wil jullie ook even hier laten zien, want hier ben ik zelf namelijk ook nog niet geweest. En ik ben er zelf ook erg benieuwd naar hoe dat daaruit ziet, want ik heb alleen dit stukje even gereden en ik was zo onder de indruk dat ik dacht van ik kan hier net zo goed gewoon één losse aflevering van maken om gewoon even dit eilandje te showen. Als het goed is krijgen jullie nu een kaart te zien. Dit is het echte eiland. Nou, dat lijkt redelijk goed op wat het in het spel is. En we staan nu aan de linkerkant van het eiland. Vadaar, als het goed is of zoals het op de kaart staat. Dat is blijkbaar een vliegveld. En dan gaan we naar Torshaven. En vanaf Torshaven gaan we naar rechts rijden. Naar Klakvik. Op het eiland Bordhoi. Oh ja, hoe je het ook maar uit moet spreken, dat weet ik ook niet. Maar weet je wat mooi is van dit eiland? Het is eigendom van Denemarken. En als ik nu uitzoom hier, zul je zien dat het boven Engeland ligt. Hey, snap jij het? Snap ik het. Er wordt hier in ieder geval rechts gereden, dat is sowieso wel leuk. Maar ja, zoals Denemarken natuurlijk ook Groenland heeft veroverd ooit, zou het ook wel een van deze eilanden in bezit kunnen hebben. Maar ja, van Denemarken ligt het wel even een stukje verder. Al zeg ik het zelf. Laten we gaan rijden. Ik wil jullie dit eiland laten zien. We staan momenteel bij Vaga Vlokhaven. En dat is het mooie Deens net ervoor natuurlijk. Zo. We hebben dus geen vracht vandaag. Gewoon omdat ik die simpelweg gewoon niet kan vinden. Trouwens, ik kan maar even kijken wat de job market. Als het goed is had ik alleen maar hele lange vrachten. Dus dat is wel... Ik heb alleen Torhaven, dat andere dorp ben ik nog niet geweest. Uitenburg. Dat is wel leuk op zich, maar dit... Hoop, dat is wel heel veel. Ik heb alleen maar van die supervelle vrachten, joh. Ik wil de volgende aflevering namelijk in IJsland, daar was ik eigenlijk al onderweg. Maar ik stopte hier met die boot, dus ik denk, daar moet ik toch wel eventjes... eventjes overheen rijden. Hier links heb je een klein, een van de weinige bedrijfjes die hier zitten. En metro, en bedrijfje. Ja. Wat bijzonder aan is dat dit dus echt een custom bedrijf is uit de mod. Zoals je ziet moet je daarachter, het ziet er wel heel gaaf, ja, geinig uit, moet je dus je vracht ophalen. Hier staan twee vrachtjes om mee te pikken. Dus dat is al wel leuk dat dit echt custom bedrijven zijn en niet allemaal. Nou, de meeste zullen wel gewoon standaard zijn. Maar deze is dus echt custom. Ja, zo is het. Hier, komt de vliegtuig aan. Ik vind het zo mooi. Nou. Voelen jullie al thuis in het echte eilandenleven? Hier een klein dorpje. Even kijken. Meer dan een kerkje is dat niet. Ik heb een dorp en een kerk en dan houdt het ook weer op. Zo. Hier binnen is het ook wel echt super stil in de verhaal. Hier, ik kan nog een vliegtuig aan. Ja, dat is automatisch gegenereerd, die vliegtuigen. Die komen gewoon onder zoveel tijd aan. Dat zou in het echt er misschien twee vliegtuigen per dag komen als je. Ik vind het zo vet, joh.
Hier hebben we nog een dorpje. Ja, er staat geen bordje op hoe precies dit dorp dan heet, maar... Vuurtoren. Haven. Kerkje. Hetzelfde kerk als dat net, maar dat boeit verder niet. Daar hoor je mij niet over klagen. Super vet dit. Dus ik denk dat die allemaal nog gaan gebruiken te halen. Oh, dat lukt makkelijk. Maar een beetje uitkijken met dat geslingen hier. Daar leiden wij zo meteen in. Kijk, met een slingerboot draaien we daar zo even in. Dit is de tunnel die ook op de kaart trouwens te zien was daarnet. Tussen het eiland Vagea en het hoofdeiland Faroe. Ik weet het ook uitspreken mag. Ja. En als je zo ziet, dan lijkt het, kan je er net niks van zien. Dus dat is wel het mooie van het maken. Maar als je ziet, we gaan eigenlijk niet diep genoeg in die tunnel om echt onder het water door te kunnen. Maar dat is een detail die eigenlijk niet mag baten. Kijk, maar de bovenkant van de tunnel is precies het waterniveau eigenlijk. En als je ziet is deze kant zelfs lager waar we uitkomen. Als ik zo omkijk, dan zul je zien dat, dat je er plotseling niks meer van terug ziet. En dat is het mooie van map making, dat je dat gewoon kan faken eigenlijk. Gewoon vanaf je zicht, vanaf je... Daar kan je heel veel doen natuurlijk. Even kijken, waar gaan we heen? Ja, we gaan eerst rechts. We gaan eerst naar Torshaven. Hier gaan we... Als je zo meteen door gaat, dan gaan we naar een andere deel van het eiland. We gaan eerst even naar Torshaven toe. Dat is het grote dorp, zeg maar. Deze vlag komt me echt onbekend voor. Deze heb ik nog niet eerder gezien. Orland Transport. Polski. Polski Concern, oké. Nee, die trailer heb ik nog nooit eerder gezien. Oh, er lopen een paar buizen daar. Nee, lopen hier dat meertje in. Oké. Daar in de vette zie je het. Oh. Oh! Wat is dit nou weer? Oh. Ik zat net te denken van moet ik hem opnieuw opstarten, maar oké, prima. Welkom in... Hij wordt wel iets haperig hier. Welkom in Torshaven. Daar ligt een boot, daar ligt een boot. Zo, we gaan even rechts. Het is wel ietsjes haperig geworden hier. Oh, ik maak het recht aan. Kijk, daar rechtsboven of recht vooruit eigenlijk. Daar heb je de garage, daar kan je dus ook zo bij. En dat is dus hier, bij dit kruispunt rechts. Er zitten dus meerdere havens hier. Ja, ik dacht dat er maar eentje was, joh. Eens even kijken. Wat hebben we hier nog meer? Dat is Polar Lines, die gaat... Hey, Tami zit hier nog verstopt. Dat is Polar Lines. Mag je niet rechts? Dat mag toch niet. Eens even kijken waar dit kleine bootje heen gaat dan. Enter, waar gaat hij zijn? Torso. Oh, dat is het kleine bootje wat naar Engeland vaart. Dat is een klein veerbootje.
Dat is wel super gaaf. Dat ze dan ook echt meerdere veerboten hebben. En sowieso vind ik het wel gaaf dat je er dan in kan. Ik kan net niet de Euroline setup. Daar staat het. Nou ja, het zou wel. In drie verschillende, maar op mijn kaart staat het nog anders. Dus wat dat betreft. Naar Google Maps staat het meer met een andere spelling. Het lijkt er allemaal erg op. Je hebt hier een aantal eenrichtingsverkeerwegen in het dorpje, wat het ook wel erg leuk maakt. Eigenlijk zou ik nog iets meer willen uitzoomen, maar dat gaat helaas niet. Er zit helemaal net niks, zeg maar. Dit is denk ik de boot naar Denemarken, naar IJsland en naar Engeland denk ik. Dus even gauw gaan kijken. Zo, hou eens. Bochtje. Weer ineens zo'n stoepland daar neer dan. Moeten we even gaan kijken waar deze boten allemaal heen gaan. Eigenlijk, dit is volgens mij al de boten naar in ieder geval op de rest. Hier kun je met de boot naar Noorwegen, naar Bergen. Naar Heersthals, naar Denemarken. Dat is nou even vrij logisch natuurlijk, want het is eiland in Denemarken. En natuurlijk naar IJsland, waar ik eigenlijk straks naartoe zou willen gaan. Zo. Doe maar. Oh, hier weer omheen. Maar dan kom je er weer uit. Oké. Okay. Dus even kijken, dan gaan we hier rechts. We hebben het meeste van het dorp al wel gehad, maar het centrumstukje wat je net gezien hebt, dat is ook wel super gaaf hoor. Tankstation aan het water. Een Scania dealer, helemaal goed. En hier kan je natuurlijk je eigen garage kopen. Die om een of andere reden al gekocht is. Terwijl ik zou niet weten hoe dat kan, maar dat is allemaal wel. Oh, ik denk dat het toen gewijzigd is. Ja, ik denk dat in de vorige mod heb ik natuurlijk deze al gekocht. Toen hebben ze alleen de garage op een andere plek neergezet. Ik denk dat dat het is. Zo, we rijden nog één keer het dorpje in en dan gaan we naar de andere kant van het eiland.
vergeet niet om de rechterkant te nemen. Hey, richtingsdorp. Echt een super vet dorp vind ik het. Ik heb er geen andere woorden voor over. Ik vind het echt zo mooi gemaakt. Oh, hier rechts. Nee, dat is echt, echt complimenten waard. Dat dit dan natuurlijk allemaal gratis is, ja. Nee, goed. Je snapt het wel. Geniaal vind ik het. Zo, dan gaan we onderweg naar de rechterkant, de oostkant van het eiland. Wat ook nog even een stukje rijden is. Daar ben ik zelf ook nog niet geweest, dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Zo, hier rechts. Dan gaan we. Zijn we nu weer op de kruising van oost en west. Zo. Dit doet me dan weer super veel denken aan de foto's die ik gezien van waar ik naartoe ga in de vakantie in Noorwegen. Dan heb je ook dit soort dingen. Die kleine dorpjes, brug over de fjorden heen, over de eilanden. Super mooi. Kijk, waar gaan we zo heen? Maakt weinig verschil, we nemen de buitenkant weg. En dan even door het dorpje heen. Oh, heel klein. Dat is een heel smal wegje. Je vreemd dat het nou weer donker wordt eigenlijk. Terwijl het nog maar 3 uur is. Heel klein wegje, dit is wel geinig. Hier heb ik nog een weg. Naar het noorden toe, denk ik. Ja. Het noorden van het eiland, daar kan je ook nog heen. Langs tijdskabels zo eroverheen met op een paar houten palen. We gaan naar Runivik. Mis ik dan toch een stuurtje, want dan kan ik toch net even iets strakker door de bocht heen, maar goed. Kan niet anders hebben.
Dus we gaan eerst naar noorden en dan gaan we naar de Kalkvik toe. Ik ga eerst even zorgen dat het weer licht is, want het is al 4 uur en ik slaap en zo. Dat kan ik hier mooi doen. Dus wil ik dat eerst even. Shell station. Niet te geloven dat het hier leuk is. Oh, ik dacht ik rijd direct door, maar dat kon niet. Shell. Kan ik hier doorheen? Ja, dit is echt te tanken. Oh, laten we eens ook maar even tanken. Netjes, netjes. Oh, excuse me, dat was ik. Kan ik je dan zo omheen draaien of? Het is wel erg grappig. Zo, is dit mijn parkeerplaats voor vannacht? Ik denk het wel. Ja. Ik ben zo weer terug. Zo, we zijn er klaar voor. Nieuwe dag. Zo, we gaan naar... Ooyendarfjordur. Ja, ja. Dat dus, daar gaan we heen. Met dit smalle wegje. Dat zal mij benieuwen. Wat leuk dit zeg, zo'n klein wegje. Als er niemand tegenkomt, hè? Oh, ik hoop dat ze hier het verkeer uitgezet hebben. Zo. Er komen hier ook slingers om hier boven de berg te komen, denk ik. Zo, kunnen we hier doorheen? Oh, dat valt mee. Dat valt nog mee. Ik had het erger verwacht eigenlijk, maar... Even kijken. Oh, oh. Hé, wat leuk. Dus er komt gewoon, het verschijnt gewoon een dorpje waar we heen gaan. Niet geloven. Er verschijnt gewoon een dorpje. Geniaal is dit toch? Het is toch gewoon echt. Echt jongens. Oh, ik hou hier zo van. Ja, dat ging net goed. Zo. En daar zijn we dan. En dan denk ik dat we hier bij Iglo aankomen. En Iglo is natuurlijk logischerwijs. Heel mooi fotootje. Ik geloof natuurlijk de visserij die hier zit. Ja, had ik wel van verwacht. Super gaaf. Even kijken, kan ik hier in de... Oeh, dat is ook wat weer. Naar die en naar die. Zo, dat is aan het draaien, hallo. Nou, dat gaan we niet doen. Ik geloof, ik vind het geweldig. Ja, hier kun je op die parkeerplaats kun je veel smoke opleiden. Ja, er zat net een heuveltje.
Ik wist niet dat dit in erin zat. Nee, dat wist ik echt niet. Zo, we hebben het hele dorp gehad. Stel natuurlijk niks voor dit dorp, maar... Oh, de weg houdt hier ook gewoon zo boom op. Dus even kijken waar we dit gaan oplossen. Ik heb geen vlag achter me hangen, want dan kan dit makkelijk. Even stuur omdraaien. Ja. Zo, nou, dat was dus het dorpje. Ik weet niet hoe het dorpje heet. Ik moet even zo meteen aan het einde kijken hoe het dorpje ook weer heet. Dan zou ik het dus nog even op de kaart opzoeken. Oh. En dan heb ik het ontdekt op de kaart, want. Oh, ik heb het niet ontdekt. Het was nog grijs, dan heb ik alles in de kaart ook ontdekt. Leuk detail, hè? Probeer je altijd zoveel mogelijk te ontdekken van de kaart. Nu is het ook geel gekleurd. Zo, gaan kijken of ik weer door de bocht heen kan komen. Toch nog iets sterker draaien dan ik had gedacht. Nee, ik kan natuurlijk niet meer doen dan op mijn toets drukken en dan stuurt hij mezelf. En met de snelheid stuurt hij sterker wel langzamer, dus. Dat is het nadeel van het toetsenbord zwaaien. En we zijn boven. Super vaart zit. Als je hier dan met een vlag moet gaan rijden, joh. Oh. Dat is wel even kloten door die bocht heen, hoor. En dan zijn we weer beneden. Dan gaan we als laatste nog naar het oosten toe. Naar Klakvik. We even gaan op het bordje kijken wat nou precies dit dorp heette. Zindavik. Dat dorp dus. Dat ja, zoek ik wel even op de kaart. Dus als jullie dat... Of het echt bestaat, nou het zou wel echt bestaan, maar goed. Dan zoek ik het voor jullie even op waar het precies ligt. Want uitspreken dat, nou laat maar zitten. Oh, volgens mij zie ik het aan de rechterkant, ik heb mijn kaart op de rechterkant ook open. Volgens mij zie ik het staan, ja. Dat is wel vet. Klein tunneltje. Kom je aan de andere kant van de berg uit en dan weer een tunneltje. Kom je aan de andere kant uit. Zometeen moeten we ook als goed is een zee weer oversteken. Dus ik weet niet of dat meteen deze is. Dat zal me niks verbazen. Gezien het feit dat we nou in het dorp aankomen. Dat is de andere kant van de zee. Klakvik. Dat ligt nog niet helemaal op het oosten, maar dat is wel, denk ik misschien het grote dorp, denk ik, als ik het zo zie op de kaart. Grote dorp, maar nou ja, het is weer net twee grote punten.
Ah, fout. Ik vind nog vrij groot. Een busstation hebben ze hier. En wat hebben we hier nog meer? Oh, dit was het. Dit is het einde van de wereld. Even om een keer naar de andere kant kijken. En dan houdt het hier als goed is ook op. Yes. Dames en heren, dit was mijn rondleiding over het eiland. Vijf uur. Ik zal eens even kijken hoe ik mijn draad spreek eigenlijk. Die zoek ik niet. Die ook niet. Die zoek ik. Dames en heren, bedankt voor het kijken voor deze aflevering waarin we rondtreden over het eiland. Dat ligt in ProMods. Mods gaan gratis downloaden, link in de beschrijving. Dit is een uitbreiding van de kaart waar onder andere IJsland in zit. En hier ook geleden, Finland. Verder naar het oosten toe, of meer naar het oosten. Omdat een deel van Frankrijk zit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.